Goedemiddag, weer een nieuwe webinar over de virtuele werkplek in de cloud. Mijn naam is Sietse Pomper. Ik werk hier nu sinds september. Ik ben 33 jaar, ik woon in Warmenhuizen, een klein dorpje in de kop van Noord-Holland. Als ik niet aan het werk ben, dan hou ik me bezig met wielrennen, motorrijden, barbecue. En dat alles onder een lekker muziekje. Je kan mij vinden op LinkedIn of per e-mail op het e-mailadresje zoals hier staat. Nou, Cut & Company. In het bovenste gedeelte staat ons core business. Dus industrie, bouw, civiel, map en studio. Daaronder staan de ondersteunende takken binnen Cut & Company. Zo zie je de IT-team, development team, professional services, service center en CAD opleidingen. Ikzelf val binnen het IT-team en wij zijn ondersteunend aan de rest. Nou, CAD & Company heeft zich sinds 1995 gefocust op Autodesk producten en we zijn nu 3 jaar op rij partner van het jaar geweest bij Autodesk. Daar zijn we uiteraard trots op. Maar we zijn nog veel trotser op het feit dat we sinds dit jaar ook Platinum Partner zijn. De ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat Autodesk producten, dat je die op een duur werkstation neer gaat zetten. Tegenwoordig kan dat ook via een Citrix-omgeving dat je het virtueel benadert. De nieuwste ontwikkeling daarin is dat je het via de cloud doet en daar gaat deze webinar in. En wij doen dat onder andere op basis van de Microsoft Azure. Nou, als we gaan kijken naar de behoeftes van de verschillende betrokkenen, dan hebben we het over de gebruiker en het bedrijf. De gebruiker die wil voornamelijk kunnen modelleren en daar heeft hij een snel systeem voor nodig met uiteraard geavanceerde applicaties. En daarnaast wil hij altijd en overal toegang hebben tot zijn software en alle modellen. Nou, wat wil het bedrijf? Het bedrijf wil natuurlijk dat zijn medewerkers altijd en overal kunnen blijven werken. Daardoor hebben zij een centrale opslag voor de modellen nodig. Zij moeten kunnen werken zonder dat de systemen uitvallen, dus geen downtime. En daarnaast moet het hele plaatje schaalbaar zijn, dus bijschalen of afschalen wanneer dat nodig is. Kan je denken aan nieuwe medewerkers of medewerkers die het bedrijf verlaten of tijdelijke contracten die nodig zijn bij bouwplaatsen of wat ook. Nou, als we gaan kijken naar een werkstation, een fysiek werkstation, wat heb je daarvoor tijd nodig om dat te onderhouden? Nou, als we kijken naar één werkstation, heb je daar ongeveer 1 uur per week aan onderhoud voor nodig. Als je dus 40 werkstations in onderhoud hebt, dan is dat al gauw 1 FTE. Dat is, als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld een gevirtualiseerde desktop, dan heb je maar één master image te onderhouden. En deze kan worden uitgerold naar alle werkplekken. Je ziet, daarin bespaar je een hoop tijd. Een omgeving in de cloud is daar uiteraard een goed voorbeeld van. Nou, hoe deed je dat voorheen? Je kon dat op basis van een Citrix-omgeving doen, dus een gevirtualiseerde omgeving, waarbij je een fysieke server in je eigen datacenter inricht, waarop de gevirtualiseerde desktops draaien. Om deze omgeving dan ook nog krachtig genoeg te maken voor bijvoorbeeld CAD-gebruik, dan moet je in die server een zware grafische kaart plaatsen. En deze kan dan weer opgesplitst worden om de virtuele desktops van grafische kaarten voorzien. Een voorbeeld van zo'n kaart is bijvoorbeeld de Nvidia Grid K2 of de M60 kaarten. Nou. Tegenwoordig
gaat het een stuk makkelijker, zoals je kan zien. Ja. Binnen Cut & Company zijn wij continu op zoek naar nieuwe technologieën om onze klanten nog beter te kunnen helpen. Een voorbeeld daarvan is onze samenwerking die wij met Frame zijn aangegaan. Zij bieden ons een cloud gebaseerde oplossing wat specifiek voor CAD gebruik is ontworpen. Hierdoor kan je dus je CAD werkstation opstarten vanuit een browser. Het enige wat je daarvoor nodig hebt is een PC, een stabiele internet en een browser. Nou, kunnen we in de praktijk even kijken hoe dat eruit ziet. Dan zal ik de demo even opstarten. Je kan dat bij ons op de website kan je dat zelf testen. Je hebt daar 4 uur de tijd voor. Dus als je bij ons naar de website gaat, cut&company.nl of cutcompany.nl. En dan onder het tapje producten, dan zie je een tegeltje met Cut in the Cloud. Nou, als je daarop klikt, dan zie je daar de verschillende varianten die wij aanbieden. Dus we kunnen AutoCAD, Inventor, Revit en Civil 3D kunnen wij op dit moment vanuit de cloud als testomgeving aanbieden. Nou, laten we eens de Revit gaan proberen. Nou, je ziet hier dat mijn gegevens alvast zijn ingevuld. Dat is makkelijk. Nou, dan zie je hier het plaatje en dan kan je hier de demo starten. Nou, je ziet hem opstarten. Wat hier gaat gebeuren is, we openen de applicatie Revit in de cloud. En je ziet hier ook dat we gewoon vanuit de browser werken. In dit geval Google Chrome. Nou, zoals je kan zien, het is alleen voor testdoeleinden bedoeld. Je kan hier dus van alles en nog wat in tekenen, in verzinnen. Maar je kan het niet opslaan en weer eruit halen. Nou, hier zien we de Revit-omgeving opstarten. Revit 2019 gebruiken we in dit geval. Nou, hier zie je een floorplan van een tekening die al in Revit staat. Nou, als we hier naar de 3D gaan, dan kan je zien dat dit gewoon werkt zoals je voor Revit gewend bent. Nou ben ik zelf geen Revit specialist, dus veel verder dan dit kom ik niet. Maar ik kan hier wel laten zien. Kijk, hier heb je kan je zien wat voor een. Hier zie je dat de videokaart die wordt gebruikt, die wordt gewoon toegewezen aan dit specifieke systeem. Nou, verder is het belangrijk dat je ziet hier de latency. We zitten op 10 milliseconden en onze server die staat op 226 mijl bij ons vandaan. Wij zitten zelf in Wormerveer. In dit geval staat de server in Frankfurt. Dus die 226 mijl, dat kan ongeveer wel kloppen. En het doet er dus 10 milliseconden over om dit plaatje van de server naar onze desktop te krijgen. Nou, wil je nou je eigen modellen gaan testen? Dat kan. Je kan ze wel uploaden hier naartoe, maar je kan ze er dus weer niet van uithalen. Nou, je gaat hier naartoe naar het wolkje en dan kan je hier op het pijltje klikken en dan kan je modellen selecteren die je lokaal hebt staan. Dan worden ze hier naartoe geüpload en vervolgens kan je ze hier bij File Open en dan hier zo naar Mainframe 2. En dan bij Uploads kan je je files terugvinden die je zojuist hebt geüpload. Als je dat gedaan hebt, heb je 4 uur de tijd om in het model te testen. Je ziet hier de tijd die je beschikbaar heeft. Nou, laten we dan ook eens gaan kijken naar de achterkant van Frame, zoals wij dat aanbieden. Dan
zien hier, ik ben hier ingelogd als de super admin van Cut & Company binnen onze eigen omgeving. Nou, hier zien we een aantal omgevingen die we hebben opgestart. En wij kunnen dus bijvoorbeeld hier in de CAD-opleidingen, die wij hier vooral als opleidingen bedraaien, kunnen wij inloggen als administrator. Dat doen we hier als impersonate. En nu ga ik dus inloggen als de, als de administrator van CAD-opleidingen. Nou, hier zie je dat ik een desktopje heb. Als ik die open, dan krijg ik een virtuele desktop krijg ik te zien. Maar wat ik ook kan zien is hier, zoals ik hier op klik, dan kan ik dus allerlei geïnstalleerde applicaties kan ik toewijzen aan deze omgeving. En dat gaat eigenlijk, zoals je kan zien, klik ze er zo bij of af. Nou zijn dit allemaal Autodesk producten, maar ik kan hier bijvoorbeeld ook Excel toevoegen. Ja, ik zie het Excel erbij staan. Dus we kunnen in deze omgeving kunnen wij alles toevoegen wat je zou willen. Mits daar de software voor beschikbaar is en de licenties uiteraard voor beschikbaar zijn. Nou, gaan we naar. Ga ik even inloggen als de. Als een cursist. Hier even. Cursist 16. Weet ik dat die op dit moment niet gebruikt wordt. Nou, en hier zien wij dus wat we net ook zagen. En hier kan ik de server of de werkstation openen. Dat is eigenlijk net alsof je een normale werkstation opstart. Nou, hier zie je onze eigenlijk gewoon een Windows omgeving. Dus hier kijk, net als een Windows-based werkstation. Je ziet hier ook weer de Autodesk producten terugkomen, de applicaties. En ook de latency ten opzichte van de afstand tot de server. Nou, je ziet dat dit een live omgeving is, dus niet de testomgeving. Dus hier hebben we wat meer tijd dan de 4 uur die voor de testomgeving geldt. Nou, we kunnen hier, zoals je kan zien, hier staan ook de Office applicaties. Nou, je kan hier, ook hier kan je je files uploaden per keer, zoals ik zojuist ook had laten zien. Wat ook kan is om bijvoorbeeld via OneDrive kan je eraan koppelen en dat om zo altijd bij je gegevens te komen. Gaan we weer terug naar de presentatie. Nou, wat hebben we zojuist gezien? Nou, we hebben de demo-omgeving op onze website laten zien. Die is voor iedereen toegankelijk. 4 uur heb je daar de tijd voor om het te kunnen testen. Nou, je hebt gezien dat een applicatie is. Dus niet een Windows-omgeving, puur alleen de applicatie die je aanklikt. Je hebt de latency en de afstand tot de server met over gehad. De demo-tijd, je hebt 4 uur de tijd. En ik heb laten zien hoe je bestanden kan uploaden. Nou, ook hebben we de achterkant van de CAD-opleiding in dit geval laten zien. En daar heb je gezien dat je een gevirtualiseerd werkstation, hoe dat eruit ziet. En dat je meerdere applicaties erbij hebt en kan toevoegen. Die heb ik nog niet laten zien. De utility server voor je eigen data. Het is ook mogelijk om je eigen data, om de omgeving te koppelen aan je eigen data omgeving. De OneDrive heb ik laten zien, de grafische kaart heb ik laten zien. Ik zal nog even de utility server laten zien.
Hier hebben we de omgevingen weer van de CAD-opleidingen. En als we hier kijken bij de verkenner, zien we hier de dataschijf die wij hebben toegewezen aan de met de bestanden die de cursisten kunnen gebruiken. En zoals je kan zien, die wordt gewoon onder deze computer wordt die toegevoegd. Nou, hoe gaat dat dan in zijn werk? Een grafische werkplek uit de cloud vandaan. Je kiest je applicaties die jij wilt gaan gebruiken. Dan hebben we het over bijvoorbeeld Autodesk of Microsoft producten of noem het maar op. Mits je daar de software voor hebt en de licenties, kunnen we het allemaal toevoegen. Je kunt je platform kiezen. Wij werken met Azure of Amazon. Heb jij een eigen Amazon of Azure account, kunnen we hem ook daaraan aan toevoegen. Nou, je kunt het integreren met je eigen netwerk. Ik heb zo nog even een plaatje hoe dat er dan grafisch even uitziet. Nou, je kan je eigen storage locatie toevoegen. Die staat in Europa. Dat is met de recente wetgeving is dat wel belangrijk om te weten dat dat in ieder geval in de omgeving staat. Nou, daarnaast kan je kiezen wat voor een soort werkstation dat je uit de cloud wilt hebben. Daar hebben we verschillende varianten van. In dit geval hebben we even de grafische werkstations neergezet. Maar uiteraard is ook een office werkstation of een office PC is ook mogelijk. Nou, zo ziet dat er grafisch een beetje uit. Je kan dus bij 1 kies je applicaties uit. Bij 2 kies je of je Azure of Amazon wilt gaan gebruiken. Vervolgens kies je de login methode. Dus of je via de AD, ADSFS of elke single sign-on wilt gaan gebruiken. Je kies je storage, bijvoorbeeld een Dropbox of een Google Drive. Maar heb je een eigen storage omgeving in jouw eigen datacenter. En dan kan je bijvoorbeeld ook via het netwerk laten connecten met de frame omgeving. Dat gebeurt dan via bijvoorbeeld een VPN. Nou, als je dat allemaal uitgekozen hebt en we hebben dat voor jullie in elkaar gezet, dan heb je dus de CAD & Company frame omgeving. Nou, die kan je dan bij 5 naar de gebruikers toe deployen en die kunnen dus vanuit elke locatie op elk device kunnen zij verbinding maken mits zij een internet en een browser hebben. Je ziet daar een plaatje van een iPad, een Apple en een telefoon. Je kan zelfs vanaf je telefoon met de verbinding die de telefoon heeft, kan je gebruik maken van Frame. En ook Apple gebruikers kunnen in dit geval dus zonder al te veel moeilijkheden gebruik maken van Autodesk software. CAD & Company, wij zijn de solutions provider voor Frame. We zijn dat sinds vorig jaar. Ondertussen hebben wij meer dan 25 jaar ervaring met Autodesk producten. En dat is eigenlijk ook de gedachtegang waardoor wij met Frame zijn gaan samenwerken. De markt die staat niet stil rondom Autodesk. De mensen die willen toch meer richting de cloud, niet meer zelf de werkstations hebben, schaalbaarder zijn. En dat is eigenlijk de reden dat we bij Frame uitkwamen. Want Frame is een goed beveiligd cloud platform, waarbij die gewoon een stabiele omgeving biedt voor cloud werkplekken. En daarbij kunnen zij dat ook leveren voor de grafische omgeving. Nou, hoe ziet de tijdlijn eruit?
voor wat betreft de grafische werkplek uit de cloud vandaan. Wij zijn begin 2018 zijn wij begonnen met een omgeving op te zetten binnen Frame. Voor onze eigen testomgeving. Nou, die hadden we in zo'n beetje rond april. Konden wij voor onszelf daarin gaan testen. In het najaar van 2018 hebben wij de eerste proof of concepts neergezet voor een aantal klanten. Waaronder ook onze eigen CAD-opleidingen. En sinds begin dit jaar hebben wij de eerste live omgevingen daarin draaien. Om een beeld te geven, alle studenten die bij ons komen cursussen volgen, die volgen dat allemaal binnen de cloudomgeving. Wat zit er nog aan te komen? In Q2 verwachten we met NextFrame te gaan starten. Dat is een nieuwe, een andere manier van benaderen. Dus dan hoeft het niet meer via de browser. Maar dan kan het met een vooraf geïnstalleerde app die op je normale PC hebt staan. Wat heeft dat als voordeel? In ieder geval USB ondersteuning. Dat wordt vanuit een browser is dat nog wel eens lastig. Zeker als je kijkt naar bijvoorbeeld licentiedongels. Dat wordt dan een lastig verhaal als de USB niet ondersteund wordt. Dus vandaar dat een goede vooruitgang is in de NextFrame. Daarnaast ook verbeterde multi-monitor support. Dus dat je ook met meerdere schermen tegelijk kan werken. Dat staat voor Q2 op de verwachting. Nou, ik zou jullie graag willen uitnodigen om het bij ons op de website te komen testen. En in jouw eigen ervaringen met mij te gaan delen. En dat kan op catcompany.nl/catinthecloud. Dan, ik bedank jullie allemaal voor de tijd. En ik zie jullie graag in de cloud op de testomgeving.